Het is denk ik heel logisch dat een schrijver of een kunstenaar in de keeper de meest dramatische figuur ziet. Gewoon omdat hij daar maar in zijn eentje staat te wachten. En omdat er zoveel fatalisme omheen hangt. Gelijk vuil! En gelijk geconcentreerd! Een van de grootste verantwoordelijkheden in het elftal, zeker. Je kan de wedstrijd maken en breken. In de wedstrijd zeiden twee kinderen ook nog van... Lenny, je bent de beste keeper van de Schellingen. Toen dacht ik van... Ja, dat heb ik wel eens vaker gehoord. Ik vind een paar leuke ballen uithouden, dan voel je je heerlijk. Maar ja, de andere kant van keeper, dat gebeurt op mij ook altijd. Ik kan 6 goede ballen pakken, maar ik kan zo een hele lullige bal zo door mijn handen laten glippen, bij wijze van spreken. Spits mag 5 kansen missen, maar maakt hij in de laatste minuut de winnende goal, dan is hij de held. Een keeper kan 5 wereldreddingen hebben, maar laat hij er eentje glippen, waardoor de wedstrijd verloren wordt, is hij de slemiel. Godverdomme, pleur die fucking bal is weg, jong. Dit top ik hem mee. Het moeilijkste is, als je fout maakt, dat je door moet. Hè? Dat wil je op een gegeven moment wel een beetje te overwinnen, denk ik. Maar wanneer jij die redding maakt richting de kruising en je hebt hem, dan is het geweldig. Daar praten ze nog uren over.